Welkom bij First Class. Vandaag zal ik voor jullie maken scheermesjes met avocadocrème en sesamdressing. De ingrediënten: bieslook, avocadocrème, scheermesjes, sesam, sesamdressing, olijfolie, limoen, shallot en komkommer. Dus de scheermesjes die gaan we nu reinigen. Het bovenste van de scheermes gaan we gebruiken. Dat snijden we mooi af. Dus wat gaan we gebruiken? We gaan eigenlijk het bovenste van de scheermes gebruiken. Het onderste niet, want hier is zijn mond. En hier heb je eigenlijk zijn maag. En hier zit er wat zand in. Dus dat gaan we gaan verwijderen. En enkel maar dat stukje van het scheermes gebruiken. Nu gaan we de scheermesjes snijden in gelijke stukjes. Nu nemen we een shallotje. Dan gaan we de shallot pellen. En mooi in fijne brunoise snijden. Wat zeer belangrijk is, als je shallot of ui snijdt, is dat je een mes hebt die heel goed snijdt. Want anders gaat dat een hele ranzige smaak zijn. De shallotjes die gaan we bij de scheermesjes voegen. Nu nemen we wat bieslook. En nu gaan we de bieslook mooi wassen. En de bieslook die gaan we ook fijn snijden met een scherp mes. De bieslook gaan we ook toevoegen aan onze scheermesjes. Nu nemen we onze sesamdressing. Dan gaan we de sesamdressing mooi toevoegen aan de scheermes. Klein beetje olijfolie. Wat rasp van limoen. Klein beetje limoensap ook. Dan nemen we de komkommer. De komkommer die gaan we eerst schillen. We gaan eigenlijk enkel de buitenkant van de komkommer gebruiken. Dus we gaan niet het gedeelte gebruiken waar alle zaadjes in zitten en pitjes. De komkommer sliertjes mooi op elkaar leggen. En nu gaan we ze mooi met een mes mooi gaan bijsnijden. Mooi recht, strak. En nu gaan we ze mooi gaan oprollen. Nu nemen we onze avocadocrème op de komkommer. Dan nemen we onze schelp van de scheermes. Daar gaan we een mooi lijntje in spuiten. Van avocadocrème. We gaan mooi de scheermesjes drillen. Een klein beetje afwerken met sesamdressing. En sesamdressing dat kan je kopen in iedere Chinese supermarkt. Nemen we wat geroosterde sesamzaadjes. Dan gaan we nog gaan afwerken van jonge basiliekblaadjes. We hebben hier een bord met crushed ice. En hier gaan we de mooi onze scheermesjes opleggen. En dan leggen we nog juist onze komkommerrolletjes. Voilà, een ideaal aperitief hapje. Scheermesjes gemarineerd met sesam en komkommer avocadocrème. Zeker lekker, first class en tot de volgende keer.